Frankrijk. Heel Europa voelt zich bedreigd. De Nederlandse Republiek was eigenlijk een van de eerste slachtoffers van Lodewijk XIV geweest, bijgenaamd de Zonder Koning. De invasie van Engeland door Willem met 500 schepen is eigenlijk de culminatie van die ontwikkeling. Willem wil de strijd tegen het oppermachtige Frankrijk voortzetten. En heeft bedacht dat de Nederlandse Republiek met zijn 2 miljoen inwoners eigenlijk een te geringe schat is. Dat was Jacobus, en dat was de vader van om Engeland maar eens om te doen. Over de rug, brandstapels, confiscaties, echt een flink. En die ziet zou weer terugkomen waarschijnlijk. Zonder twijfel, weet je. En dus Willem werd ook, vooral in het begin van zijn invasie, echt gewoon binnengehaald en vertrokken.
Broedel was de grote bevrijder. Ja, en zijn vrouw was het eigenlijk toch nog de dochter van de koning. Ja. Hoe kijken de Engelsen daar nu 326 jaar later op terug? Is het een succes geworden? Want ze noemen het de Glorious Revolution, hè? Ja, nou, Glorious Revolution is gewoon een hele slimme marketingterm geweest van Willem zelf. Het jaar was nog niet voorbij, 1688, of die revolutie werd al zo gedoopt. Glorious, en daar zit ook al een religieuze connotatie in, hè? Gloria. Mm-hmm. Want, ja,